Voilà, beste mensen, welkom op deze zaterdag 26 januari 2019. Een nieuwe reportage over het bustransport hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik ben hier nu in het weekend te Vogelwaarde, zoals je kan zien. Zowel aan de rechterkant of de linkerkant is er absoluut niemand die op de bus wacht. Hiervoor zijn er verschillende redenen. Ten eerste het abonnement van Zeeland voor een korte regio hier. Dus laten we zeggen een regio waar dat men kan reizen, misschien tot 50 kilometer afstand, kost u €2.660 per jaar. En ook kinderen vanaf 4 jaar moeten betalen voor de bus. Dus ja, wat is het gevolg? Als je ergens naartoe gaat, zelf met een gewoon ticketje of met een OV-chipkaart, ben je direct €10 kwijt, heen en terug. En ook niet te vergeten, als je kinderen hebt, moet je er ook voor betalen. Dus het trekt niet meer aan. En het gevolg is, ja, de mensen blijven thuis in het weekend. Ze kunnen niet naar de stad Gulst waar dat toch alle winkels gelegen zijn, en ook de Terneuzen. Dus men isoleert de mensen. En ook de sociale contacten verminderen, want mensen die graag een daguitstap doen in het weekend, ja, zien af ervan. Want zelf met een dagticket aan €15, de bussen rijden niet meer naar Hulst zaterdag. Je kan niet overstappen. Voilà, we gaan nu even verder hier tot het bushokje. Voilà, ik wil jullie toch even tonen dat enkele minuten komt de bus vanuit Terneuzen. En we zullen even zien hoeveel mensen in deze bus zitten. Dus ik vind persoonlijk dat de bus gratis zou moeten worden in het weekend. Want er zit absoluut bijna niemand in de bus. Allee, ik ga het nu opnieuw een keer filmen hier om toch te zien hoeveel mensen nemen nu eigenlijk die bus. Voilà, dus je ziet hier Vogelwaarde Halte Dorp. En niet verkeerd te verstaan, de mensen nemen niet de bus, omdat hij veel te duur is. Het is namelijk ook zo, men mag niet in de redenering gaan van, we nemen niet meer de bus. Daar gaat het niet om, want als men in België is, ik zeg zelf, als men eenmaal in Hulst is, en daar de lijnbus neemt, naar Sint-Niklaas trekt, ik zeg, de bus is gewoon vol. Vrouw, ik heb hier een OV-chipkaart. Ik heb die speciaal €20 geladen. Omdat er dus minimum €10 waarborg moet opstaan. En ook ja, een rit heen en terug ben je direct vlug €10 kwijt. Dus toch even die bus nog te kunnen nemen en jullie even te tonen, want ik persoonlijk reis voor 99% nu met de fiets en in combinatie, als het moet, met de lijnbus van de lijn die vertrekt vanuit Hulst richting Sint-Niklaas. Voilà, dat is hier dus een lijnkaart dat ik hier heb. Het is namelijk zo, met een lijnkaart kost je €1,6 per rit. Dus dat wil zeggen, als je van de Hulst busstation vertrekt naar Sint-Niklaas, is dat €1,6. Neem je het jaarabonnement van €314 per jaar, dan kost je dat minder dan €1 per dag. Zoals je ziet hier, ik zeg enkele jaren geleden, stond er hier volk, mensen die blij waren van naar Hulst of een leuke namiddag in Terneuzen door te brengen of een daguitstap te maken met de bus. Maar ik zeg, met die enorm hoge prijzen en zo verder en ook de beperkte route van de bus is het allemaal weggevallen. En dan ook nog, er is maar één bus per uur, niet te vergeten. Een bus per uur, geen bus, de laatste dus naar na 18 uur is er geen bus niet meer. En op een andere lijn zijn er maar 2 bussen per uur. Vooral daar komt de bus aan.
Nu mag niet. Ja. Zoals je ziet, er zit niemand in de bus. Ik ben hier uit de bus van Connexion. Je hebt het kunnen zien, er zit absoluut geen kat in. Vooral hier heb je ook een beeld op die taxi. Dus dat is zo'n dergelijke taxi, soms die komt als haltetaxi. Dus om aansluitend te hebben over de vorige video. Dus als je nu naar Hulst wilt, dus je komt dus hier. Je moet die taxi wel 2 uur op voorhand bestellen. Dus neem nu dat je hem besteld hebt. Neem hier de taxi. Ga je verder naar Hulst. Wil je terugkeren, bijvoorbeeld naar Vogelwaarde. Stel nu dat je om 1 uur of 4 uur uit Hulst vertrekt. Moet je terugkomen met die taxi naar hier. Terwijl dat Vogelwaarde op amper 10 kilometer is van Hulst. Dus je komt 10 kilometer naar Kloosterzande. Je wacht hier op de bus. Je stapt hier in de bus en je gaat terug naar Vogelwaarde. Dus je bent 20 kilometer kwijt. Dus 20 voor te gaan, 20 voor terug te keren. Maar bon, nu aansluitend over het bustransport. Kijk, er zit absoluut niemand in de bus. Je kan het zelf testen. Je kan gaan om 1 uur, om 3 uur in de namiddag. Er is sporadisch iemand in de bus. Waarom? Het kost je zo duur. Je mag niet vergeten, per persoon, als je even ergens naartoe wilt gaan, ben je direct 10 euro kwijt. Heen en terug. Ja, vaak doe je dat met een partner of met andere mensen. Je bent 20 euro kwijt. Dus je bent 20 euro kwijt om even een rit te maken van een half uur. Dus ja,
dat trekt helemaal meer aan. Ik zeg, voor 20 euro met twee kan je al naar de bioscoop gaan of een glas gaan drinken. Nee, het is absoluut geen logica. Je ziet hier nog de busgehalte, dus er staat absoluut niemand. Ook niet aan de andere kant om naar Terneuzen te gaan. Ik zeg, het is veel te duur. Nee, maar ik zeg, wie kan het betalen? Je moet rekenen minimum 10 à 15 euro per dag, per persoon. En dan ook nog, het woonwerkverkeer komt ernstig in het gedrang. Je mag ook niet vergeten, er is dan ook wel een bepaalde leeftijdscategorie die werkt via uitzendkantoren. Soms is dat deeltijds. Dus als iemand moet gaan werken, deeltijd, om daar even 30, 40 euro te gaan verdienen, en je moet bijna 20 euro betalen voor de bus, dan is 50% van zijn inkomsten al weg. Vele malen wordt de bus niet terugbetaald, er is geen tussenkomst. Dus woon-werkverkeer komt volledig in het gedrang. Het is namelijk ook zo, dus Hulst heeft 25.000 inwoners met dorpen erbij. Terneuzen 50.000. Men heeft geen treinstation in Terneuzen die actief staat. Dus de lijn Terneuzen-Gent, men spreekt er al enkele jaren over, staat nog altijd niet actief. Men is verplicht met de fiets te gaan tot de grensstreken, bijvoorbeeld in Hulst, daar de lijnbus te nemen. En vervolgens kan men reizen voor 314 euro per jaar. Ik zeg hier, als je 2660 euro moet betalen per persoon, met je partner is dat 5000 euro. Je kinderen moeten ook 1300 of 1400 euro betalen, of 1600 euro per jaar. Dan is dat toch wel gewoon onmogelijk. Zeg, het is nu al enkele jaren dat dat zo verslechterd is. Vroeger was de bus 7 op 7 tot 22 uur. Had je tenminste een deftige verbinding. Nu, op heden, ik heb het hier nu net getoond, om naar Hulst te gaan, moet je dus daar afstappen en moet je de taxi nemen. Dus je moet de bus betalen, de taxi betalen tot Hulst, terugkeren de taxi terug tot hier en terug de bus. Ik zeg, deze werkwijze kan absoluut niet. Ik ga even over een uur terug de bus nemen, de richting van Terneuzen, om toch ook even jullie aan te tonen hoeveel mensen er opnieuw in deze bussen zitten. Mensen, ik heb hier over enkele minuten mijn bus naar Terneuzen. Zoals je ziet, er is veel volk. Ik zeg, de winkels, de zelfstandigen, zullen weer niet kunnen lachen vandaag. Eerste 6 uur 17, dat valt nog mee, maar de laatste hier 17 uur 17 om naar Terneuzen te gaan en dan 18 uur 17 is een bus, ja, die gaat ook tot het begin van Terneuzen, maar je ziet, en het is ook het omgekeerde verhaal in Hulst. Je komt van je werk, je komt aan het busstation, je komt aan, ja, vaak na 6 uur, je hebt geen bus niet meer. Nee, want het wordt ook verondersteld, als je werkt de dag van vandaag, werk je toch wel gemiddeld tot 5 uur. Ik zeg, je raakt niet meer tot je bus. Het weekend, 9 uur 19, de eerste bus naar Terneuzen, tot 16 uur 49. Ja, het weekend kan men dat wel begrijpen. Hetzelfde verhaal voor terug te keren dan, maar... Zoals je ziet, ik zeg, de tarieven zijn zo duur. Het resultaat is er. Voilà, en daar komt onze bus aan. Richting Terneuzen. Goedendag.
zitten nu twee mensen aan de bus. Zou men niet beter de bus gratis aanbieden in het weekend om terug de mensen te motiveren om naar Terneus te gaan? En ook een goede zaak voor de zelfstandigen. Voilà, dat is het verhaal iedere week zo. De bussen die tientallen keren per dag leeg rijden. De Connectionbus, er stapt niemand op. Ik ben nu uitgestapt. Er is ook niemand aan de andere kant. En dat is nu juist het probleem. Ik zeg je, een tiental bussen per dag, geen reizigers of amper reizigers. Men betaalt een hoog tarief en uiteindelijk is men ergens verder. De pendelaar ziet af, de prijzen zijn te hoog. De maatschappij, ja, zegt de kosten liggen te hoog. Maar er moet toch wel dringend een nieuw beleid komen om dit hier op te lossen. Ik zeg, mensen durven niet meer gaan naar een daguitstap. Durven niet meer gaan naar Terneuzen. Ik zeg, je bent direct 20, 30 euro kwijt. Dat moet toch wel veranderen. Ik heb dat hier nu terug in beeld gebracht om duidelijkheid te brengen van het probleem. Openbaar vervoer in Zeeland, de kostprijs, woon-werkverkeer, de mogelijkheid om naar de winkel te gaan en zo verder. Het moet veranderen. Voilà, bedankt voor het bekijken van deze reportage van vandaag. Tot meer OV-nieuws en tot nieuwe video's.